In het verleden zijn er veel filosofen geweest die met een theorie inzicht menen te leveren in de relatie tussen lichaam en geest. De enige positie in het lichaam-geestdebat die de wetenschap en de geest serieus neemt, is het fysicalisme. Het fysicalisme kent verschillende varianten. De eerste variant van het fysicalisme is de identiteitstheorie. Daarin wordt beargumenteerd dat mentale toestanden identiek zijn aan bepaalde hersentoestanden. Er is een probleem met de identiteitstheorie, en dat is het probleem van de meervoudige realiseerbaarheid van mentale toestanden. In het algemeen wil meervoudige realiseerbaarheid zeggen dat je iets op meerdere manieren en van verschillend spul kan maken. Een klok bijvoorbeeld is meervoudig realiseerbaar. Je kan een Friese staartklok hebben die van hout en koper gemaakt is en waarin een mechaniek zit met een slinger, maar je kan ook een stenen zonnewijzer hebben. Dat is feitelijk ook een klok, maar die is van een heel ander spul gemaakt en werkt ook zonder slinger. Maar beide objecten hebben dezelfde functie. Ze geven de tijd aan en dat is wat een klok doet. Mentale toestanden lijken ook meervoudig realiseerbaar te zijn. Als mensen bijvoorbeeld pijn hebben, dan is onder andere de neocortex actief. Als mentale toestanden identiek zijn met bepaalde hersentoestanden, zoals de identiteitstheoreticus beweert, dan is pijn dus identiek aan een hersentoestand waarin die specifieke activiteit van de neocortex is opgenomen. Maar dat zou impliceren dat dieren zoals vissen die geen neocortex hebben, geen pijn kunnen hebben. Voor veel mensen is uit het gedrag van vissen, als ze bijvoorbeeld een haak door de lip hebben, af te leiden dat ze wel degelijk pijn hebben, net als dat we uit het gedrag van mensen als ze in zo'n situatie verkeren afleiden dat ze dan pijn hebben. Als vissen pijn kunnen hebben en vissen geen neocortex hebben, dan valt pijn niet te identificeren met hersenactiviteit in hersendelen waar die neocortex deel van uitmaakt. We moeten dan op zoek naar een andere fysicalistische theorie die de mogelijke meervoudige realisatie van mentale toestanden accepteert. Functionalisme is zo'n theorie. Het functionalisme meent dat de mentale toestand een toestand is die gekenmerkt wordt door wat ze doet gegeven bepaalde input. Als we in een spijker trappen, dan hebben we bijvoorbeeld pijn. Die mentale toestand pijn wordt veroorzaakt door de weefselschade die we opgelopen hebben door in een spijker te trappen en heeft ook weer bepaalde output, zoals dat je au roept en de spijker uit je voet haalt. Ook veroorzaakt pijn andere mentale toestanden, zoals het verlangen van die pijn af te komen. Pijn is dus een toestand die wat doet, die, met andere woorden, dus een functie heeft. Vandaar dat we dit functionalisme noemen. Wat opvalt bij deze visie op de geest, is dat het helemaal niet belangrijk is van welk spul het wezen dat pijn heeft gemaakt is, of op welke manier dat wezen in elkaar zit, zolang de mentale toestand bij een bepaalde input maar dezelfde functie heeft. Volgens verdedigers van het functionalisme, zoals Hilary Putnam, kan je de geest dan zien als een soort van software die draait op de hardware die het brein is. De software heeft natuurlijk hardware nodig om op te draaien, maar waar die hardware van gemaakt is, doet er niet toe. En ook het softwareprogramma kan verschillen, als het maar bij dezelfde input dezelfde output geeft. We zijn dus een soort van computers. Putnam zegt dat we Turing-machines zijn, computers zoals Alan Turing die beschreven heeft. Daarbij wordt input in de vorm van symbolen stap voor stap verwerkt volgens bepaalde regels, waardoor er output gegenereerd wordt in de vorm van andere symbolen. Het gaat nu te ver om dit allemaal uit te leggen, maar een Turing-machine zit zo in elkaar dat deze in principe alle input kan verwerken die je maar kan bedenken. Wat deze positie in het lichaam-geest-debat interessant maakt, is dat als Putnam gelijk heeft, dat we dan begrijpen hoe onze geest werkt. We weten immers hoe een Turing-machine werkt, en als onze geesten Turing-machines zijn, dan weten we dus hoe onze geesten werken. Er is echter wel een tweetal serieuze problemen met deze opvatting. Het eerste probleem is door John Searle geformuleerd en geïllustreerd met een inmiddels beroemd geworden gedachte-experiment, dat van de Chinese kamer. Stel je voor, zegt Searle, dat ik geen Chinees spreek en ergens in een kamer ga zitten. Ik krijg door een luikje een papiertje met daarop een aantal Chinese karakters. Ik heb een boek met allerlei regels waarin staat dat als ik bepaalde Chinese karakters op een papiertje krijg, ik dan andere Chinese karakters op een ander papiertje moet schrijven en dat dan door het luikje moet geven. Voor iemand die aan de andere kant van het luikje staat en die wel Chinees begrijpt, lijkt het nu alsof Searle antwoord heeft gegeven op een vraag. Maar Searle heeft alleen maar gekeken welke voor hem betekenisloze tekentjes horen bij andere betekenisloze tekentjes. Hij begrijpt er helemaal niets van. De conclusie die Searle trekt is dat symboolmanipulatie op basis van regels niet tot begrip leidt. Syntax leidt niet tot semantiek. Maar dat is wel wat het functionalisme meent dat het geval is. Het functionalisme kan dus geen goede theorie over de geest zijn, volgens Searle. Een tweede probleem voor het functionalisme is dat het een model van de geest is dat ervan uitgaat dat input serieel verwerkt wordt. De verwerking van informatie gaat stap voor stap. Dat houdt in
dat elke stap in het proces perfect moet verlopen, omdat anders de output niet de juiste output is of er helemaal geen output komt. Maar dat is als model voor de geest biologisch niet erg realistisch. Als er bij ons een heel klein onderdeeltje niet goed verloopt, of er iets stuk gaat, bijvoorbeeld als een neuron stuk gaat, dan merken we daar helemaal niets van. Het functionalistische model is biologisch dus niet realistisch als model voor de geest. Als we een fysicalistische theorie willen die ook meervoudige realisatie accepteert, dan moeten we op zoek naar een biologisch meer realistische theorie.